tot ik dan gebeld word door RTL, out of the blue. Van ja, kun jij wat vertellen over hoe dat zit met het portretrecht en Patricia Pai? Ik had daar nog niks over geschreven. Ik heb daar niks over verteld. Niemand wist dat ik daar een mening over had. En toch word je gebeld. Dan doe je dus iets goed waardoor je gevonden wordt. Ik ben jurist en ondernemer voor andere ondernemers, vooral voor de creatieve sector en online ondernemers. Dat betekent dat ik me vooral bezighoud met auteursrecht, merkenrecht, privacy, contracten en algemene voorwaarden. Ik ben vooral anders dan andere juristen, omdat ik mezelf ben. Dat betekent dat ik gewoon er humor in gooi als dat kan. Ik ben pas de echte, strikte jurist op het moment dat er bijvoorbeeld een dagvaarding de deur uit moet en ik weet dat een rechter het gaat lezen. En ik wil dat die het maar op één manier kan begrijpen. Eerst neem je alles aan omdat elke euro nou eenmaal een euro is. Inmiddels moet ik juist mensen teleurstellen en zeggen, ja goh, je moet 6 weken wachten. Voor die tijd kan ik het gewoon nog niet voor je uitvoeren, omdat we het te druk hebben. Ik heb nooit aan sales gedaan. Dus in die zin zoek ik eigenlijk niet mijn klanten, maar probeer ik ze aan te trekken. En dat doe ik dan voornamelijk door middel van blogs en aanwezig zijn op social media. Dus door de onderwerpen die ik zelf kies om over te communiceren, trek ik eigenlijk al precies de juiste klanten aan. En welke waar denk ik bijna elke ondernemer wel intrapt, is gewoon uit enthousiasme al aan de gang gaan. Het meeste gaat mis of door misverstanden in samenwerkingen, of omdat het gewoon niet goed is afgesproken. Zet afspraken op papier. En dan bedoel ik gewoon voor mij per e-mail of WhatsApp. En dat je dan pas echt aan de slag gaat. Ja, de hele juridische wereld wordt ook steeds digitaler. Nou, ik loop daar op dit moment nog mee voorop. Omdat ik zeg, cool, je kunt mij ook gewoon via Skype benaderen. Ik gebruik heel veel social media om mijn kennis bij te houden. Ik volg gewoon de juiste mensen die weer interessante artikelen delen. Die eigenlijk mijn curatoren zijn van het nieuws en van ook dus juridische ontwikkelingen. En zo hou ik dat eigenlijk bij. Terwijl ja, de rest van de juridische wereld die moet daar nog aan beginnen, bij wijze van spreken. Die hebben nog dossierkasten vol papier.